was. En hij had dan slapeloze nachten. Had hij ervan. Slapeloze nachten. Dat wordt onze koning, hè? Slapeloze nachten. Ja. Nee, ik weet niet wat ik mee aan moet. Ik ben slapeloos. En het erge vind ik, ik dacht dat hij goed bezig was. Hij is getrouwd met Maxima, dus dan trouw je toch met een familie die het niet erg vindt om af en toe mensen uit een vliegtuig te flikkeren. Ik denk, het gaat goed. Maar nee, het is ik weet niet. Ik wil gewoon dat hij scheid heeft aan de bevolking. Beetje meer zoals zijn opa. Ja, man, die wilde Indonesië gewoon, die wilde daar een coup plegen. Dan vraag je toch ook niet om een bouwvergunning? En hij was na een paar boze briefjes, een slapeloze nacht, heeft hij het maar gewoon helemaal afgeblazen. Ik wil een koning die scheid heeft aan het volk. Ik wil dat prins Willem-Alexander, als die koning is, gewoon in de gouden koets gaat zitten met 26 negers ervoor, ja, en dan gewoon door het hele land gaat reizen en alleen maar dit doet. Ja, ja. Dat wil ik. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, nou, dat vind ik nou flauw dat je de Oranjes gaat pakken nadat ze zoiets verschrikkelijks hebben meegemaakt. De aanslag. Nou, als dat een aanslag is, ik vond het meer te land te zijn in de lucht. Met je Suzuki om het hoekie. Het, echt, ja. Verdwaald naar de naald. Ik vond het echt, ja. Nee, maar toen ik het zag gebeuren, dacht ik, het is echt typisch. Die Oranjes, die zelfs als ze een hele weg afzetten, weten ze nog een ongeluk te veroorzaken. Weet je wat? En ik in het begin dacht ik helemaal niet aan een aanslag. Maar het bleek meteen een aanslag te zijn, omdat die politieagent, die schijnt aan die dader, die Karst, gevraagd te hebben, is dit een aanslag? Is dat niet de meest lullige vraag die je kan krijgen als terrorist? Dat je... Bro, hij had ook kunnen vragen, heeft u gedronken? Dat is ook niet zo heel raar op Koninginnedag. Ik dacht in het begin helemaal niet aan een aanslag. Ik dacht gewoon, oh, een van de prinsjes is te laat. Weet je wel? Ja, en die heeft 7 mensen omgekegeld om zo de spelletjesochtend ook meteen gehad te hebben. Gewoon, hoppa. En nu wordt het dak er vanaf geknipt, want dan kan hij achter die open bus aanrijden. Zo, hoppa. Ik had het helemaal niet in de gaten. Weet je wat ik wel het ergst vind? Ik vind het ergst voor die mensen die naast die mensen stonden die omver zijn gekegeld. Want dan sta je dus, zeg maar, op bijna een van de slechtste plekken van de hele parade. En heb je niemand om tegen te klagen dat je niks gezien hebt. Oh. Nou ja, ik neem het Karst Thee ook niet kwalijk. Nee, ik kan het hem niet kwalijk nemen. Zeg nou zelf, ik geef ook altijd gas bij Oranje. Ik vond het eigenlijk het meest zielig voor die ouders van Karst. Ze hebben heel de dag op hem wachten. En hij kwam maar niet en hij kwam maar niet. En die moeder ongerust. Ja, waar blijft hij nou? En toen heeft die vader gezegd, lieverd, hij is gewoon wat te laat, heeft de bus gemist. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Wat ik het allerergst vond aan de aanslag was de blik van Willem-Alexander. Die was namelijk... Onze koning, hè? Onze koning! Willem, we hebben een begrotingstekort. Toch geen gezicht, die mensen, weet je? Maar ik moet zeggen, die aanslag geeft wel een beetje weer waar we mee bezig zijn. Het geweld neemt wel steeds meer toe. Ook steeds gewelddadiger en ja, enger. Ik heb nog nooit zoveel politielinten gezien als dit jaar. Dan weer daar een hele familie uitgemoord, daar een moord, zelfmoord. Het wordt steeds gekker. Bij mij achter waren er 2 groepen slaags geraakt. En het heeft de ME nou bijna een uur gekost om ze uit elkaar te krijgen. Dat is toch krankzinnig? En uiteindelijk moest de ene stille tocht de ene kant op en de andere stille tocht de andere. Ja, maar het houdt niet op en het wordt ook steeds krankzinniger. Want ik bedoel, ik kan geweld echt wel plaatsen.
tuurlijk wel. Maar ambulancebroeders in elkaar beuken, dan houdt het bij mij een beetje op of zo. Ik snap de functie er niet van. Er is iets gebeurd, iemand ligt op de grond en heeft hulp nodig. Een ambulancebroeder komt daar aan en die wordt in elkaar gebeukt. Ik heb een keer aan zo'n jongen gevraagd: waarom heb je die ambulancebroeder nou in elkaar gebeukt? En zei hij: ze lokken het uit. Serieus, dat zei hij tegen me. Ze lokken het uit. Ik zei: nou, leg uit. Zei hij: hoe vaak heb jij wel niet gehoord dat een ambulancebroeder iemand het ziekenhuis in heeft geholpen? Weet je wat ik het meest debiele vond? Hoek van Holland. En ik vond het niet debiel dat het zo gewelddadig was. Ik vond de manier waarop ze gewelddadig waren, vond ik debiel. Namelijk de hele tijd schreeuwen: Rotterdam, hooligans! Rotterdam, hooligans! Waarom? Waarom moet je dat de hele tijd roepen? Wat, zodat we je niet door de war halen met een andere groep laag opgeleide mensen? Of wil je het de hele tijd herhalen om het te onthouden? Nee, maar waarom? Je bent toch ook veel makkelijker te pakken? Want ze weten precies bij welke club je hoort. Rotterdam, huwelijk. En weet je, ik kan me echt wel verplaatsen in geweld. En ik ben ook wel eens dat ik echt agressief ben. Maar ik heb nooit dat ik dan naar buiten ga, dat ik tegen een fiets aan trap en zeg: fitnesscentrum Activa! Fitnesscentrum! Dat heb ik niet. Heel raar. Er zijn natuurlijk wel echte dingen gebeurd. Echt verschrikkelijke dingen gebeurd. De DSB is niet meer. Ik weet niet, maar op het moment dat ik dat zeg, kijkt iedereen me aan van... Niemand heeft medelijden met Dirk Scheringa. En het was ook een ontzettende wake-up call voor Nederlanders. Van ja, het is dus niet mogelijk om met een jaarinkomen van 30.000 euro een huis van 6 ton. Huh? Weet je wel, mensen zijn alles kwijt, hè, door die gast. En dan heeft hij het lef om te zeggen: ja, ik ben ook alles kwijt. Ik heb alleen nog 3 huizen. Sorry. Het is hetzelfde als tegen iemand die aan de chemotherapie is zeggen: ja, nee, ik weet helemaal wat je voelt nu. Want ik heb zelf een terugtrekkende haarlijn. En ja. Dirk Scheringa, die gast is echt ongelooflijk. Ja, ik ben een hele gewone jongen gebleven. Ja. Nou, mijn buurman heeft geen museum. Een museum van magisch realisme. Dat is toch fantastisch? Die gast is veel slimmer dan wat wij denken. Want magisch realisme is een stroming in de kunst waarbij alles wat echt lijkt, niet echt is. Net als de producten bij de DSB. Dat is slim, hoor. Ik had er wel bij willen zijn toen die spelers van AZ hoorden dat hun salaris eigenlijk ook een lening was. Oh, man. Fantastisch. En je merkt het ook wel aan grote bedrijven dat ze aan het saneren zijn. Dat de service minder wordt. TNT bijvoorbeeld. Vroeger was het dat je 1 keer in het jaar moest je de post even aan je buurman geven. Sorry, verkeerd gepost. Nu is het gewoon dagelijks. En ik bedoel, je wordt er wel sociaal van. Je krijgt contact met buren en de hele wijk. Maar toch, het is... Het